Voorzitter, ik wil namens de voltallige Vlaams Belang fractie protesteren tegen de afwezigheid van meer dan de helft van de Vlaamse regering. 5 van de 9 ministers zitten in het buitenland op het moment dat hier, zoals elke woensdag trouwens, een plenair vragenuur georganiseerd wordt. Je kan geen regering leiden vanuit het buitenland. En wij zijn van mening dat ministers prioriteit moeten geven aan het besturen van Vlaanderen in plaats van promotripjes te organiseren naar het buitenland op kosten van de belastingbetaler. Een kerntaak van dit parlement is namelijk het controleren van de regering, maar dat wordt ons onmogelijk gemaakt als meer dan de helft van de ministers haar kat stuurt naar deze plenaire vergadering. En omwille van dat gebrek aan respect voor het parlement, omwille van dat gebrek aan respect voor de Vlaamse democratie, tout court, zal mijn fractie nu volledig collectief de zitting verlaten. Bon, heeft de regering er eigenlijk nog iets aan toe te voegen? Want dit is een kwestie van de regering, hè? Niet van het parlement. Hè? Collega's, de 5 ministers die vandaag de dag in buitenlandse missie zijn, hebben daar elk natuurlijk een gegronde reden voor. Het is een beetje ongelukkig dat dat samenvalt. Ik denk dat we dat samen moeten erkennen. Maar de partij die nu de zaal verlaat, die wil eigenlijk nog een veel autonomer Vlaanderen. En in nog een veel autonomer Vlaanderen zal de aanwezigheid van dat Vlaanderen in het buitenland ook heel belangrijk zijn. En je zou het ook kunnen zien als een vorm van erkenning van de Vlaamse autonomie, de bevoegdheden die we hebben, maar waar we ook op het internationale plan een rol kunnen spelen. Maar ik zal alleszins de boodschap die ik hier gekregen heb van verschillende kanten aan de collega's overmaken. Maar ik kan u wel garanderen dat we goede collegiale samenwerking hebben, een regering die goed samenhangt. En als er vragen gesteld worden, zijn er altijd collega's die die vragen kunnen beantwoorden.